Nou, binnenklimaat op scholen is een groot thema. Omdat het onderzoek blijkt dat waar het binnenklimaat goed is, dat goed is voor de leerprestaties. En aan de andere kant zien we ook dat de middelen die we hebben als scholen, dat die beperkt zijn. Dus dat we niet altijd kunnen doen wat we willen doen. Maar we proberen wel de binnenklimaat zo goed mogelijk op orde te krijgen. En het slecht binnenklimaat van een kind doet dat hij het concentratieverlies heeft. Men wordt slaperig, heeft hoofdpijn. Dat komt met name door een te hoog CO2-gehalte in het klaslokaal. Er zijn heel veel scholen waar de klacht heerst dat er inderdaad binnenklimaat niet goed is. Zowel bestaande scholen als ook helaas veel nieuwbouwscholen. Ook in Woerden hebben we onderzoek gedaan bij al onze scholen. Zeker bij de oudere scholen is wel gebleken dat daar het CO2-gehalte vaak te hoog is. In 2013 hebben we gezegd van we willen een school realiseren zonder gasaansluiting. Met een energieprestatie die twee keer beter is dan de energieprestatie die toen in het bouwbesluit was vastgelegd. Op de oude manier deden we dat met balansventilatie. Dan krijg je heel veel grote kanalen in de school. De architect en de installatieadviseur kwamen met het voorstel voor het scholenconcept van Klimaatgroep Holland. En dat sprak mij meteen erg aan. Nou, we werken anderhalf jaar nu met dit binnenklimaat. En ik merk dat de kinderen meer actief betrokken zijn bij de lessen. Zeker als de temperaturen hoger worden, dan is het in de school gewoon nog heel plezierig om te vertoeven. En dus blijf je wakkerder en alerter bij wat de juf of meester vertelt. Ja, alleen maar de zon binnenkomt, toch? Ruim 12 jaar geleden zat ik in een schoolbestuur van een schoolvereniging. En destijds is mij gevraagd om onze scholen te inventariseren wat het binnenklimaat daar was en wat we er eventueel aan zouden moeten doen. En dat is de aanleiding geweest dat wij wakker zijn geworden. De luchtkwaliteit was slecht, het was niet te regelen. De ramen die gingen open en dicht, ook midden in de winter. De kachel brandde in de vakantie door. Ja, iedereen die vond dat eigenlijk wel normaal. Alleen toen we het onderzoek hadden gedaan en hebben we vergeleken met bijvoorbeeld de andere gebouwen in de utiliteit, dan krijg je een schrik. Toen hebben we samen met het onderwijs besloten om te gaan ontwikkelen naar een systeem wat uiteindelijk een schoolconcept is geworden. Ja, we hebben de verschillende ventilatiesystemen naast elkaar gezet, onderzoek naar gedaan. Uiteindelijk gekozen voor het systeem van Klimaatgroep Holland. Is een systeem wat per lokaal toegepast kan worden. Heel eenvoudig in bedieningsgemak voor leerkrachten. In ieder lokaal hangt een klein kastje en daar kunnen de leerkrachten de temperatuur bedienen. 3 graden hoger en 3 graden lager dan waarop het systeem is afgesteld. Wat is het scholenconcept? Dat is een decentrale oplossing. Het kan koelen, het kan ventileren en verwarmen. We hebben de zonwering erop aangesloten, we hebben de verlichting erop aangesloten. We doen de energiemonitoring en we hebben het aangesloten op onze meldkamer die 24/7 de zaak controleert en ontzorgt voor het onderwijs. Het is heerlijk dat alles automatisch gaat, want niemand kan vergeten het licht uit te doen. Of de ramen die open blijven staan, want de ramen blijven dicht en het licht gaat uit. Nou ja, zodra je de deur dicht doet, dus ja, super. Vaak ging de discussie altijd over mooi gebouw, mooie ruimte, maar slecht klimaat. Nou, nu kunnen wij daar ook in sturen. Wij merken wel, als wij met decentrale ventilatieunits werken, dat we een veel beter systeem, klimaatsysteem hebben dan voor die tijd. Dat merken wij dat toch wel zeer gewaardeerd wordt. Dus je hoeft alleen maar die plekken, kun je het aan- en uitzetten, waar nodig is. Dus je hebt niet een heel groot systeem voor het hele gebouw, maar per ruimte kun je dat inzetten. Klimaatgroep heeft units die eigenlijk gewoon individueel zijn. Door middel van een heel eenvoudige stekkerverbinding kun je dat uitbreiden naar verschillende lokalen. En het is ook een hele makkelijke montage. Het is een plug-and-play systeem. Het is ja, makkelijk toepasbaar. Vroeger was het de traditionele installaties moest je maken. Je moest echt de draden allemaal aansnijden, afstrippen, met schroevendraaiers monteren. Klimaatgroep heeft gekozen voor snel inklikstekkers, dat je die eigenlijk gewoon allemaal met elkaar kunnen koppelen. Door middel van het werk worden weinig fouten gemaakt, omdat het allemaal anders past het gewoon niet. Dus het is ook kostenbesparend qua arbeid en montage. Wij hebben vaak te maken met ingewikkelde processen, architectonisch, ruimtelijk. Installaties spelen daar een rol in. En vaak was dat een heel probleem.
Nu weten we, als we voor een decentraal ventilatiesysteem gaan, dat we precies de maat in het lokaal kunnen aanhouden. Dat past, betekent ook veel minder kanalenwerk in het gebouw. En dat werkt uitermate efficiënt en wij zijn er heel blij mee. Ja, Klimaatgroep is een vrij eenvoudig in onderhoud. Per lokaal zit er een box in. Er zit niet anders in dan één filter. En die filter die wordt continu door Klimaatgroep gecontroleerd. En als die vervuild wordt, geeft hij een melding aan. Je kunt het filter eruit halen, je doet er een nieuw filter in en je kunt weer verder. Het is een onderhoudsvrij product. We zien heel veel scholen die een centrale balansventilatiesysteem met warmteteruggewinning toepassen. Op zich een goed systeem, alleen wij zijn van mening van klaslokaal niet. En waarom niet? Bij buitentemperaturen van rond de 5, 6 graden heeft een klaslokaal koeling nodig. Waardoor dat een WTW-installatie eigenlijk niet meer zinvol is. Daarom hebben we ook in deze school gekozen voor het concept zoals Klimaatgroep Holland dat heeft. Is ventileren op basis van behoeften. Ik ga buitenlucht bijsuppleren op het moment dat de CO2-waarde te hoog dreigt te worden. En zodoende een goed binnenklimaat kan realiseren zonder dat ik te veel ventileer. Een tweede voordeel is op het moment dat mijn lokaal te warm wordt, kan ik door middel van buitenlucht kan ik mijn warmte afvoeren. Wat eigenlijk een heel laag energiekosten met zich meegeeft. Ik hoef het lokaal niet mechanisch te koelen. Alleen als het buiten echt warm wordt, dan kan ik door middel van het systeem mechanisch gaan koelen. In principe hebben we een keer uitgerekend, als we een centrale WTW pakken, dan heb je twee ventilatoren voor nodig om de drukverlies in het systeem op te bouwen. En dat alleen om een warmteterugwinning als het buiten kouder is dan 5 graden. Uiteindelijk zijn dat hooguit 10 tot 15 dagen in een jaar. En al die andere dagen ben je elektrische energie aan het verpompen zonder dat het daadwerkelijk nodig is. Dat is dan zonde van de kosten. Wij hadden een doelstelling dat wij een gebouw zouden maken wat heel duurzaam was. Dat zou ook moeten betekenen dat geld terugverdiend zou gaan worden in de toekomst. Met de installatie die we hier in Hamel hebben gerealiseerd, hebben we een energieverbruik weten te realiseren wat dik 2 euro lager ligt dan het normbudget. We weten eenmaal de eenmalige aanschaf, dat wordt vaak vergoed. Maar dan, daarna zijn de kosten voor de vereniging. En moeten ze dat uit hun eigen zak gaan betalen. Dus hoe lager die exploitatiekosten zijn, hoe beter het is eigenlijk voor de school. Want dan kunnen ze dat geld besteden waarvoor het echt bedoeld is. En dat is het lesgeven. Ik sta volledig achter dit concept. Met name door het feit dat er naar vraag wordt geventileerd. En onze stelregel is ook, je moet niet gaan ventileren als het niet nodig is. Het is echt een heel fijn systeem. Het werkt. En het scheelt de leerkrachten ook heel veel tijd, denk ik. En aandacht. En de nota. Ik vind de energierekening, die kan niet laag genoeg zijn.